5, 6, 7, 8, 9. Knol. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb zo net een feestje gemaakt boven om eventjes wakker te worden. Ik heb wel heerlijk uitgeslapen tot 11 uur. Dat was echt even nodig, want ik was moe. Dat is niet normaal. Meestal heb ik een soort van ritme. Ik slaap ongeveer 5, 6, soms 7 uur per dag. En dan op een gegeven moment, dan slaap ik gewoon in één keer 10 uur. En dan heb ik gewoon het gevoel, ik heb alles ingehaald. Dus voor mij werkt het. Niet voor iedereen trouwens. Maar let even op hoe ik uit mijn dak ging gewoon. Het was gewoon, wow. Yeah. Niet normaal. Er is ooit aan mij gevraagd, Enzo, kan jij niezen en dan je ogen open houden? Dus ik dacht, nou, dat ga ik proberen. Dus ik heb serieus iets van 3-4 dagen lang heb ik dat geprobeerd. En toen kwam ik terug, bij Quinn was dat. En toen, Hego! En toen zei ik, Quinn, het is me niet gelukt. Wat is het nou precies? Hé, joh, gek, heb je het echt geprobeerd? Ik zei, ja, jij vroeg of ik dat kon. Dus ik dacht, ik wil het wel kunnen. Hey, ik wil zo van, joh, ik ben stoer, ik kan het. Zei die, nee Enzo, als jij niest met je ogen open, stel voor je krijgt het voor elkaar, dan schiet die ogen eruit. Het blijkt zo te zijn dat er zoveel druk op komt, dat mensen kunnen niet zomaar niezen met hun ogen open, want dan schieten die ogen eruit. Een puil is zo, plonk. Dus even een tip, doe dat alsjeblieft nooit. Zo, hoe kan ik nou zo verkouden zijn? Jeetje. Moet ik nou weer niezen? Nee, doe niet zo gek. Toch wel gek. Het nummer wat je zo net hoorde, dat was Adele, Rolling in the Deep. Maar je hebt ook een andere versie. Misschien kon je het al raden, maar die heette Rolling in the Grass. Heel erg vaak maakte Day een ontbijtje voor mij. En ik dacht, ik moet dat een keertje terug doen. Dus ik ga nu even naar de winkel. En Day die is nu wel eieren aan het koken voor mij. Dat is toch een soort van deal die ik heb gesloten met haar. Zij gaat eieren koken en ik haal dan heerlijke croissantjes en vers geperste sinaasappelsap. Dus Day, ik hou van je en speciaal voor jou zit ik nu in mijn joggingsbroek zonder onderbroek ontbijt te halen. Via de zijkant moest ik mijn eigen huis in, omdat het hier nat is. Omdat D alles heeft schoongemaakt. En je hebt het hier gedweld en dan loop je op sokken. Ja, zo stom. Ja, ik moest de eieren van het vuur halen. Dus... Oh ja, de eieren van het vuur halen is wel belangrijk. Ik heb hier croissantjes. Yeah. En ik heb hier een fucking groot net met allemaal persinesappelen. Het is een soort van, wat was het ook weer? Oh ja, een voordeelpakket. Handig toch? Ja. Dus dat leg ik hier heel eventjes neer. Alleen één dingetje. Er was een hele lieve oude mevrouw voor mij. En ongeveer 80 jaar denk ik. Met de rollator. En ik zo van nee. Bam, pakte ze de laatste normale croissantjes weg. Dus dit zijn kaascroissantjes. Maar, nu zie ik dat verdrietige gezicht. Maar blijf staan. Hou het vast. Ik ga jou heel erg blij maken, D. Want... omdat die oude vrouw dat heeft gedaan, krijg jij van mij een Hello Kitty kalender met chocolaatjes erin. Elke dag een nieuw chocolaatje. Yay! Auw, sluit. Ja joh, we zijn weer aan het werk. Oh. Grapje. Oh, je hebt zelfs melk gepakt hier al. Kijk eens aan, ik ben helemaal happy. We beginnen de dag hartstikke goed. Oh ja, en ik heb volgens mij door de stront gerold of zo. Ja, zo net. Wat heb ik? Poepvlek op je reet. Serieus? Ja. Zie je, dat dacht ik al. Ik rook dit stront. Wat heb je gedaan dan? Van Adele deed ik Rolling in the Grass. Dat was mijn vers. Maar niet zo goed gelukt. Ik zal het niet ontkennen. Heel erg vaak drink ik uit een pak. Maar dan wel uit één pak. En dat is een pak melk. Voor de rest doe ik het niet zo bij heel veel. Eerder deed ik dat wel nog eens. Alleen als je dan heel vaak uit een pak of een fles gaat drinken. En je krijgt bezoek en je schenkt daaruit. Dat ja, ze weten het niet. Hè? Ik bedoel, het kan. Maar... niet zo netjes. Maar bij melk doe ik het wel. En dat vind ik echt zo lekker om te doen. Gewoon, Melk is life.
Zoiets is het. Als jij nou ook drinkt uit een pak of een fles, doe een blauw duimpje omhoog. En dan zal ik wel even kijken hoeveel van jullie dat doen. Dit vind ik dan werkelijk waar echt een prachtig ontbijtje. En alsnog met heel veel hulp van D. Heb je echt goed gedaan. Ja, ik kan gewoon niet zoveel. Dit vind ik nou zo kinderachtig. Schat, je weet gewoon dat het ik vind dit zo kinderachtig. En dat mag gefilmd worden. Nee, geintje, we houden van elkaar, hè? Ja. Henkie, spermatenkie. Henkie, spermatenkie. Een eitje is echt altijd het lekkerst als hij gewoon zacht is van binnen. Een soort van smeuig, als je het zo kan noemen. Alleen dit eitje is echt zo fucking raar. Moet je kijken. Like, wat? Ik weet niet of deze zacht is van binnen. Als een echte heer breng ik D even naar huis toe. Nee, toch een schatje. Ik ben een gentleman. Weet je wat leuk is? Oh, kijk eens wie we daar hebben. Hij is al weg. Oh, hij zat daar net met zijn hoofdje bumper. Ja, hij komt er al aan, denk ik. Oh, maar wat wilde je zeggen? Wij hebben vandaag 26 maanden verkeering. Nee, daar geven we geen high five op. Nee, daar wat kus je elkaar voor. Ja. Bumper, we hebben 26 maanden! Bumper is ook blij voor ons. Heeft je snel mijn schoonvader geholpen met wat puin in die bak te doen? Bumper, die ziet die gevaren niet. Dat is soms best wel eng. Dan hebben we op de grond een heel groot stuk hout liggen. En daar liggen allemaal andere houtstukken op, wat kleiner is. En er steken allemaal spijkers uit en Bumper die rent er dan overheen. En het is echt niet normaal. Hij heeft veel geluk gehad dat hij er niet in stond, maar Bumper ziet dat niet. Die legt dan de bal midden in het puin neer in de hoop dat hij met hem gaat spelen. Hey, rustig Bumper. Bumper, rustig. Rustig, hè, rustig. Ja, honden met hun territorium, dat is echt niet normaal. Rustig, hè, Bump. Bump is heel lief, maar die is echt super waakzaam. En dat is van goed ook, hè, Bump? Dat is jouw territorium, hè? Ja. Anyways, ik ga er vandoor. Ik had D hier heen gebracht omdat D voetbal gaat kijken. En ik ga thuis me verstoppen in mijn knolhol en nog even wat video's editen. En waarschijnlijk nog een Minecraft video opnemen. Ik zag zojuist een koe de hele tijd zoiets doen. En ik vraag me echt af wat hij daarmee bedoelt. Of wat hij wil doen. Of een soort van teken wil geven. Ik weet nog, toen ik in Turkije was, had ik een salamander, geloof ik, gefilmd. En die heet het zo. En nou, dat betekent dus dat hij wil paren. Dat heb ik gelezen in de reacties. Dus bedankt voor iedereen die het heeft achtergelaten. Maar waarom doet deze koe dat precies? Misschien omdat hij jeuk heeft en er niet bij komt of zo. Dat hij, want hij kan niet met zijn poot zetten. Net zoals wat wij gewoon zo. Dat kan een koe niet. Het zou echt heel raar eruit zien. Ik zie zoiets dan ook voor me. En nee, je wilt het geen eens zien. Het is echt heel apart. Deze nieuwe schoenen die ik heb gehaald zijn best chill. Alleen het enige nadeel is dat er allemaal van die steentjes tussen gaan zitten. En dan loop je in één keer heel erg raar. En dan moet je ze er op een gegeven moment allemaal uitpeuteren. Weg jij. Heerlijke douche genomen, geschoren, al die dingen gedaan. Ik zie er weer leuk uit, toch? Ja. Gelukkig maar, daar doe ik het voor. Anyways, we gaan iets super vies doen, eigenlijk. Ja, nou, dat weet je niet. De helft is vies en de andere helft is lekker. Ja, dat vind jij, maar ik denk dat ik het over algemeen gewoon fucking ranzig ga vinden. Oké. Wat gaan wij doen? We gaan de baby food challenge doen. Geen idee of dat ooit bestaat of zo, of heeft bestaan. Nou, maar dit is wel een kleine versie. We hebben maar vier potjes. Yes, we hebben, dames en heren, nummer 1, 2, 3 en 4. En we hebben alle nummers opgeschreven op deze papiertjes. We hebben geen idee waar welk nummer op staat. Wij gaan allebei eentje grabbelen. Ja. En dan moeten wij een hap nemen van het potje van het cijfer waar het op staat. Oké, ik ga wel eerst. Oké, ik vind het heel dapper dat je eerst gaat. Heb ik niet verwacht. 1. Nummer 1. Hier verderop kunnen we zien wat nummer 1 is. Hebben we erop geschreven. Nummer 1 is... druifappelpersik met koek. Met koek. Dat vind ik vooral al een hele rare. Een beetje een verraderlijke... Ik ben heel benieuwd. Oh, volgens mij zitten stukjes in en ik haat stukjes. Ik ook. Een soort appelmoes met meer smaak of zo. Ja, het valt echt wel mee. Je neemt gewoon twee hapjes. Ja. Nou, jouw beurt.
Nummer 3. Fruitjoghurt met banaan en druif. Nou, wat een geluksvogel ben je toch. Geluksvogel, weet je het zeker? Dit ziet er echt uit als... Ja, maar die anderen zien er vies uit. Die hebben ook echt dingen. Heb je dat wel eens gezien? Dat baby's iets hebben gegeten of gedronken? En dan heb je van die ouders en die zijn dan... Ja, wat schattig! Ja! Ja. Daar lijkt deze shit op. Nou, ga maar eten. Ik moet het niet aan ruiken. Nee, je moet het gewoon doen, want ik denk dat het heel erg meevalt. Oh, het lijkt wel een soort pudding. Kijk dan. Ja, stop nou gewoon in je mond, kleuter. Het is voor kleuters. Vies? Ik wist dat ik dit fucking vies ging vinden. Oké, gedaan. On to the next one. Nou is het probleem dat de overige twee zijn hartig. Dus we hadden volgens mij oma's stampotje en iets van macaroni met kaas ofzo. Ik heb nummer 4. Oh, daar ben ik zo blij mee. Moet je kijken hoe dit eruit ziet. Oh, dat is macaroni schoten met allemaal kaas. Oké. Moet je dit ook niet warm maken of zo? Wij niet. Nee, maar... Oh, het heeft wel de dagelijkse portie groenten. Hey, ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen, want ik verwarm vind het echt... Verwarm het potje. Oh. Maar oké, we gaan het koud proberen. Ik stop het in één keer in mijn mond, ik ga het niet ruiken. Hey! Weg. Ik zag de hartige stukjes. Dat is echt heel vies. Oh, ik wil dat het koud is. Het is helemaal niet grappig. Je staat om te lachen achter die camera van je, maar het is echt niet leuk. Oké, nou is het jouw beurt. Ik heb er helemaal geen zin in. Nee, dat was echt heel vies. Nummer 2. En dat is oma's overschotel met pompoen. Oh, maar dat is past helemaal bij het seizoen, schat. Oh, er zit zo'n groot stuk in. Ja. Check dit alleen al. Ah, er zitten allemaal haren. Gast, daar niet aan. Hier, het blijft... Ja, dat dit is een sliertje. Niet goed, hoor. Als het blijft plakken. Ja, maar dat komt omdat we denk moeten opwarmen. Maar wij doen YOLO, wij zijn cool. Stop het in je mond. Oh, ik krijg er helemaal kippenvel. Ik tel tot 10. Als je het dan niet in je mond hebt, dan moet je het hele potje eten. No way. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Geef toe, ik overdreef niet, hè? Het is echt heel smerig. Moest je kokhalsen? Ja. Ja, dat was echt een hele erge kokhals. Ik heb veel dingen gedaan die echt vies waren. Zoals ik heb zelfs wasmiddel in mijn mond gehad, waar je ook kokhals van gaat kokhalsen. Maar dit was overtreft alles. Dit was echt ranzig. Zullen we dan maar gewoon iets lekkers gaan eten? Iets voor grote mensen. Ja, laten we dat doen. Deetje, ik beloof je bij deze, dit is veel lekkerder dan babyvoedsel. Ik hoop het ook. Ik weet wel zeker eigenlijk. Carpaccio, carpaccio. Je hebt hier nu voor een paar weken grilled weeks. En wij dachten, Deetje is aan het dromen, Deetje is aan het staren. En ik geef toe, Deetje, dat is soms echt super lekker, maar het is gewoon een beetje creepy. Het is gewoon, kom uit die star vibe. Nee, dat wil ze niet. Oké, maakt niet uit. Anyways, je hebt hier nu allemaal super lekkere dingen. En ik heb gekozen voor de Flamed Burger Ribs and Wings. Ja, als je de langste uit krijg ik pijn in. Dat is niet handig. Ik wilde je eruit halen, maar ja, lukt niet. Ja, ik zat zo lekker. De volgende keer zeg ik wel dat ik snoep heb of zo. Ja. Anyways, ik ben echt super benieuwd of dit lekker gaat worden of niet. Oh, nu moet ik gapen. Fuck you, day. In tijden heb ik niet zoveel trek gehad. Dus ik ga dit prachtig voedsel heel eventjes laten zien en dan meteen aan de slag wat Dedus nu ook aan het doen is. Eet smakelijk. Dank je wel. Niet schrikken. Gewoon pijn als ik mijn buik opzet. Normaal gesproken kan ik best wel doen alsof ik een soort van zwanger ben of zo. Dan heb ik heel veel gegeten.
Maar nu doet het gewoon een beetje pijn. Maar ik wil even wat uit de wereld helpen nadat ik nog heb laten zien wat ik gewoon heb meegenomen. Ik heb de hele avond daar water gedronken. Daar had ik gewoon heel erg veel zin in. En water is op zich best lekker. Je moet het wel een soort van leren drinken, vind ik. Want eerst had ik altijd zo water, water. Het is altijd maar je moet het drinken, want het is goed voor je. Maar ik vind het helemaal niet lekker. Maar nu vind ik het lekker. En ik heb gevraagd of ik de fles mee mocht nemen. En dat mag. Dus super tof. Alleen, ik wil even wat de wereld uit helpen. Ik had het er zo net ook met D over. Het is namelijk zo dat als wij ergens heen gaan, dus stel voor we verlaten dit huis of we verlaten het huis van D, worden we eigenlijk altijd wel herkend. En dat vinden we helemaal niet erg. Het is super tof om jullie kijkers te ontmoeten. Vanmiddag toen ik hier naar de winkel ging, toen was er een oudere vrouw van ik schat ongeveer. Moet ik even wel laag schatten, want ze kijkt mijn video's. Dus als u kijkt, u bent echt een hele lieve mevrouw. Dat wist ik gewoon op het moment dat ik u zag al. Maar ik denk ongeveer eind jaren 50. En die was zo de boodschappen op de toonbank aan het leggen. En op een gegeven moment, ik kwam aangelopen. En toen pakte ze weer boodschappen uit haar kar. Legde ze op de toonbank. En toen zag ze mij. Toen, ik ken jou. Op een hele lieve manier. Ik ken jou. Ik zeg, oh, ik ben fan van jou. En mijn kleinzoon ook. Ik zeg, oh, dat is superleuk. En toen hebben we heel even gekletst. En echt een schat van een vrouw. Dus wij vinden het helemaal niet erg. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we dan uit eten zijn en we komen ergens en we zitten daar met z'n tweeën gezellig en we zijn aan het vieren dat we dus 26 maanden bij elkaar zijn, wat echt super tof is. Het is echt wel heel erg lang en we hebben nog steeds super leuk samen met elkaar. Maar get to the point en zo ga ik nu doen. Er kwamen twee mensen naar me toe, een man en een vrouw. En die zeiden, voordat jullie het eten krijgen, mogen mijn kinderen op de foto? Tuurlijk, geen enkel probleem. Zijn we met z'n allen even op de foto gegaan, super leuk. Maar dan zitten er vier mensen. Ongeveer 3 meter naast je. En die vier mensen zitten de hele avond allemaal dingen over ons te zeggen. Zoals het volgende. Toen ik met die kids, met de kijkers, fans, hoe je het wil noemen, op de foto ging, zei een van die twee mannen, je kan ook wel een foto met mij maken hoor, ik heb wel een opleiding gedaan. Huh? Wat? Is dat een grap of zo? Ik snap hem niet. Heel erg apart, dus echt heel erg apart. En de hele avond zijn ze wat over ons aan het praten. We horen alles en dan vraag ik me af, hebben hun dat wel door? Want hun zitten naast elkaar en zo van, ja, nou, ja, en dat is zo'n jongen die is bekend van internet. Dus ze weten wie ik ben of wie wij zijn. En zo net gingen wij weg en toen vroeg die meneer aan mij, ben jij bekend of zo? En toen heb ik gezegd, nee, ik ben niet bekend, doei. Dan denk ik echt van, oh my god. Dit is echt verschrikkelijk. En ik zei ook tegen D, dat stel voor ik ben ooit weer bij een programma zoals RTL Late Night of Pau. Shoutout naar Humberto en Pau, jullie zijn super tof. Maar dat terzijde. Stel voor ik ben daar en ze zullen aan mij vragen van, hey Enzo, vind je het nooit vervelend dat je altijd herkend wordt? Dan zou ik dus dit antwoord geven van, nee, vind ik helemaal niet vervelend. En als ze dan gaan doorvragen van, maar is het dan niet echt heel erg irritant? Nee, mijn kijkers zijn helemaal niet irritant. Weet je wie soms irritant zijn? Ouders of oudere mensen van, ik weet niet, dit is echt heel erg apart. Maar snap jullie wat ik bedoel? Praat ik nou onzin of hebben jullie zoiets van, nou, dat kan ik heel goed begrijpen en zo. Ik snap dat je dat heel erg vervelend vindt en dat je zoiets hebt van, jeetje, wat kinderachtig. Weet je wel, van, je kan ook met mij op de foto, ik heb wel een opleiding gedaan, dat... Waar gaat het over, weet je wel? Dit is heel erg apart. Anyways, D en ik, zo hebben we er altijd al in gestaan. We laten ons niet op onze kop zitten, zo zeg je dat geloof ik. We hebben echt een superleuke avond gehad, het was heel erg gezellig. Dus we hebben het leuk gevierd. En nu ga ik deze fles water in de koelkast zetten, zodat ik straks heerlijk wat te drinken heb tijdens het computeren, oftewel het editen van een video. Want dat ga ik nog eventjes doen vandaag. Ik bedoel vanavond, zo'n dag gaat dan soms zo snel voorbij. Maar eerst, hoe wij het ook gaan vieren, D en ik, is... Oh, en dit is geinig. Oh, ik dacht jij zit op de wc, want het licht staat aan. Ik dacht jij zit al die satéën uit te kakken, maar dat doet ze niet. Doet ze wel, maar niet nu. Wij gaan onszelf trakteren op een potje... League of Legends. Dat is een game die ik ongeveer al... ietsjes meer dan 4 jaar speel. Echt heel erg lang. En D, die begreep er eigenlijk nooit iets van. Die zei ook van, ja, dat kutspel van Enzo, meer. En nu speelt ze het zelf ook. En soms zelfs vaker dan ik. Ja, het is echt erg. Maar het is superleuk. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat D het nu doet. En het ook wel redelijk kan. Ja, en
En we spelen heel veel met vrienden. Dus dat is super leuk. Super gezellig. Zeker. Hey kan echt super goed de outro doen. Met mij mee, normaal gesproken. Maar ik laat het haar nu wel alleen doen. Even kijken hoe ze dat gaat regelen. Dames en heren, heel erg tof dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op en zoals ik nou hier beneden. En dan zien we jullie morgen weer bij een goed nieuwe vlog om 4 uur. En zoals ik al het zeg, dikke met het. En D heeft niet gedronken. Laat me met rust. D gaat lekker slapen. Ik ook. We hebben een gezellig dagje gehad. Ik deed het goed. Ga het nou niet nog een keer doen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet dat blauw neempje mag te doen. Vergeet niet te abonneren op deze kanaal hier beneden. En zoals ik altijd zeg, dik vet peace. Die was beter, toch? Ja, nee, die was heel veel sneller. Maar je zei het wel achter elkaar goed, ja. Slaap lekker. Oké, doei. Knol Power.